Wat heeft jullie toen doen besluiten om deze unieke voetbalwedstrijd te organiseren? Ja, dat is heel simpel. We stonden op nominatie om te gaan sluiten. En om iets ludieks te organiseren, hebben we dus bedacht om te gaan voetballen tegen Heracles, waar we alle samenwerkingsverband mee hebben. Dus vandaar. En het is een sportieve gelegenheid. En zo dragen we ook de samenwerking uit. Ja, want de Karelskamp staat op de nominatie om gesloten te worden. Dus jullie willen met deze actie de Karelskamp een warm hart toedragen. En ja, wat houdt die voetbalwedstrijd verder in? De voetbalwedstrijd die symboliseert dus de samenwerking tussen de Karelskamp, Heracles, gedetineerden, reïntegratie. Om het zo op een positieve manier uit te dragen. En denken jullie ook dat jullie op deze manier ook nog financiële middelen kunnen binnenhalen? Nee, absoluut niet. Want alles is gratis. We hebben totaal niks met geld te maken. De wedstrijd is entree is gratis. De loodjes worden gratis verstrekt. De prijzen die worden weggegeven zijn allemaal gratis. Dus er gaat geen euro van de belastingbetaler of van ons ergens anders heen. Dus het gaat jullie alleen om het ludieke gebaar. Om het gebaar dat jullie een organisatie zijn die midden in de samenleving staan. In de samenleving staan. Dat klopt, ja. Wij zijn meer dan alleen een gevangenis. Dus meer alleen een opsluiten. Wij doen aan reïntegreren. Dus bij ons kunnen ze van A tot Z, vanaf begin tot detentie, tot na detentie zelfs, worden ze begeleid. En dat is heel belangrijk voor de maatschappij. En dat is waarom jullie ook de Karelskamp willen behouden? Absoluut. Het is meer dan alleen een baas op zich. Het is een samenwerking met Soweco, met de gemeente, Heracles en nog veel meer ketenpartners. Ja, en daarom dus deze wedstrijd? Dat klopt. Om hier aandacht mee te vragen voor de regio, Almelo, Twente, etc. Oké, bedankt voor dit interview. Graag gedaan, dankjewel. Ik ben hier in de eerste plaats omdat ik ook deel uitmaak van het begeleidingsteam van Oud-Heracles. Maar uiteraard ook om de voetbalkwaliteiten van de jongens van de Karelskamp eens te bekijken. Misschien zit er wat tussen. Ja, wie weet zit er talent tussen. Ja, dat is zo. Ja. U bent zelf jarenlang lid geweest van Heracles, klopt dat? Ik ben 10 jaar keeper geweest. Ik ben trainer geweest, technisch manager. En nu ben ik nog adviseur van de voorzitter. En wij zijn in 1998 nog eens een keer weer samengekomen om Heracles een push te geven. En dat heeft, nou, dat is wel gebleken. Heeft zijn vruchten afgeworpen, want ze spelen nu alweer enkele jaren in de Eredivisie. Ja. En ik neem aan dat u hen wekelijks volgt? Ik ben nog scout, dus ik begeleid ook, ik ga en begeleid de jongens nog. Dus ik zit er zogezegd bovenop.